Wilt u zich voorstellen? Ja hoor, dat wil ik wel. Ik ben Debbie. Ik ben juffrouw op de Valentijnsschool. En eigenlijk geef ik 4 dagen per week gym. En 1 dag heb ik groep 4. Zo, dus u bent eigenlijk wel druk. Ja, het is heel erg afwisselend, maar dat maakt het wel heel leuk. U zegt dat u 4 keer per dag gymles geeft? Nee, 4 dagen in de week. 4 dagen, dat is wel heel lang. Ja, het is eigenlijk dezelfde dagen als kinderen maken, van 8:30 tot 16:00. Ja, ja. En in groep 4 dan, zijn die kinderen druk of valt het wel mee? Nee, het zijn schatjes in groep 4. Allemaal. Dat was het interview van vandaag. Al gym geven? Ik denk... Dat is wel even een lastige vraag. Ik denk dat ik wel 11 jaar hier nu op deze school ben. Dus ik geef al 11 jaar gym. Zo, dat is best lang. Dan geeft u ongeveer 9 jaar groep 4 of zo. Groep 4 heb ik nu... Vorig jaar ben ik ermee begonnen. En nu voor het 2e jaar groep 4. Oh, oké. En heeft u ook... Nou, ik hou van sporten. Eigenlijk alle sporten vind ik wel leuk. Maar tennis vind ik helemaal leuk. En ik hou heel erg van snowboarden. En wat ik ook wel heel leuk vind, is koken. Dus je bent echt een sportieve vrouw en hou van koken. Inderdaad, dat klopt. Ja, en doet u ook wel andere dingen in het weekend? Met wat houdt u zichzelf bezig? In het weekend ga ik sowieso tennissen, sowieso sporten. En dan kook ik natuurlijk ook, maar ik hou ook wel van winkelen. Ja, iedere vrouw houdt wel van winkelen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. En heeft u kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Ook niet getrouwd dus? Ik ben ook niet getrouwd. Heeft u wel iemand op het oog? Ik woon wel samen met een man. Ja, oké, dat is dan begrepen. Dit was de interview met juffrouw Debbie. En dit was het dan. En bedankt voor het kijken.